You know you gotta climb higher. Ik heb een berichtje gekregen van Mars_Gilode op Instagram. Dat is een DM. Is dat gestuurd maandag? Tom, wil je mij helpen met mijn schoolproject AUB? And by the way, I love your make-up looks. Ik kijk echt vaak naar je live. En dat ik vandaag pas, dus in woensdag, antwoord van, hey, ik zie juist een bericht, wat kan ik betekenen voor u? En dan zei Mars, zei van, ik moet voor mijn schoolproject allemaal video's in elkaar steken. So I was thinking dat jij misschien kon helpen om een soort van vlogje op te nemen hoe je je dag spendeert met het coronavirus. Dus wat je eigenlijk zoal doet deze dagen. It's gonna be a vlog day. Dus ik ga dat doen voor Mars, maar ik kan dat ook ineens posten op mijn kanaal. Ik vind dat wel een goed idee. Ik heb daar ook wel over nagedacht al om dat te doen. Niet dat mijn leven zo boeiend is momenteel, want zoals dat jullie weten, ik ben een make-up artist. Ik kan me eigenlijk misschien kort zelf even voorstellen voor mensen die misschien nieuw zijn of voor mensen die mij niet kennen en die video van Mars zien. Ik kan even... Mars? Ik denk dat dat haar naam is. Ik ben niet zeker. Dus ik ben een make-up artist. Mijn naam is Tom van Wallen. Ik geef les hier in de studio, die momenteel heel leeg en verlaten erbij ligt. Ik kan hem misschien even wel vlug tonen. Dus hier, dat is mijn studio. Momenteel staat mijn wasrek hier, omdat nobody cares. Momenteel staat dat hier... ja, ik kan maar zeggen, ik mag hier momenteel geen mensen meer ontvangen. Dat wil zeggen dat ik de studio heb moeten sluiten. Ik ben fotograaf, make-up artist, freelance en ik geef ook les hier in de studio. Dat is eigenlijk mijn hoofdinkomst, zeg maar. Nu, omdat de lessen niet meer doorgaan of mogen doorgaan, omdat we te dicht op elkaar werken. We zitten hier soms met 20 personen in deze, wel ruimtelijke ruimte, maar dat is toch te close of te dicht, het is niet in openlucht of zo, waardoor dat je natuurlijk eventuele virussen niet zo makkelijk kunt verspreiden. Dus ik heb die lessen verplicht moeten stopzetten, wat dat heel spijtig is, want ja, ik doe dat met heel veel passie en ik zeg altijd, als er vakantieperiode is en als ik misschien wat minder te doen heb in die periode, dan voel ik me ergens wat depressief, omdat ik dat lesgeven en dat sociaal contact enorm mis dan. Dus momenteel, nu is dat va, maar in het begin heb ik het echt wel moeilijk gehad. Er zijn veel mensen die het nog moeilijker hebben. Ik ben er heel bewust van. En ik wil hier zeker niet de verwaande persoon uithangen. Ik kan het wel zo zeggen. Maar ik heb echt wel, denk ik, een week aan een stuk. Elke morgen als ik opstond, was dat met tranen in mijn ogen. Er gingen wat nieuwe mensen starten, ook met opleidingen en zo. We krijgen er ook geen inschrijvingen meer voor. Dus alles is gewoon gestopt. Plus dat ik heel veel fotografiejobs zijn afgelast. Dat is eigenlijk ook wel een grote inkomst voor mij. Allee, alle jobs zijn gewoon gecanceld. Alles. Met gegronde redenen natuurlijk. Nu voel ik mijn eigen goed. Ik heb mijn eigen ook zo wat opgeraapt, zeg maar. En gezegd van, oké, Tom, je speelt al heel lang met het idee om eindelijk... Ik heb eigenlijk twee jaar geleden heb ik een jaar lang voor een school in Australië de studenten begeleid over heel de wereld. Van Amerika tot in Afrika, tot in whatever die hun eigen inschreven in voor online cursussen. En dat was een Australisch bedrijf. En ik deed dat als een van de 5 docenten over heel de wereld. Dus ik heb dat een jaar gedaan. Ik vond dat superleuk om te doen. Ik vond op zich dat die cursussen niet op punt stonden. Ik heb die cursussen niet zelf geschreven. En na een tijd had ik echt zoiets van, ik moet te veel uitleg geven. De studenten zijn blijkbaar niet genoeg ondersteund met de opleidingen dat ze krijgen. Want ik heb die opleidingen ook doorgekeken en vond die eigenlijk niet zo top. Die waren zeker niet slecht, maar dat kon veel beter. En omdat ik zelf ook les geef en ik weet welke vragen dat er komen van studenten en welke vragen dat er moeten ingevuld worden of wat dat ze bijvoorbeeld niet nodig hebben, ja, was dat voor mij niet logisch, de manier of wat dat zij kregen van leerstof. Dus, maar ik had wel zoiets van, ik heb alles. Ik heb ook een make-up boek uitgebracht voor de mensen die nieuw zijn en die weten. En eindelijk van alle looks, zeg maar, dat is hier een bruidslook bijvoorbeeld, van alle looks die, zeg maar, dat ik gemaakt heb voor het boek, alle make-up looks, is ook alles gefilmd geweest in vrij groot detail.
Allee, in detail eigenlijk. Dus ik zou, omdat ik het materiaal allemaal heb, hebben we besloten om zelf die online cursussen te doen. We spelen er al heel lang mee, zeker sinds dat ik ook voor Australië heb lesgegeven. Dus hebben we besloten, omdat we toch niks anders te doen hebben, om die online cursussen te filmen. En ik ben nu momenteel alles aan het schrijven, aan het herschrijven van een boek, om nog meer informatie te geven tijdens de online cursussen. En we gaan eigenlijk online cursussen binnenkort lanceren. Dus we zijn er nu aan bezig, dat is een eerste dag. Maar dat heeft wel even een reden om een project om ons over te buigen. En daar zie ik eigenlijk enorm naar uit. En ik ga nu beginnen. Maar omdat dingen de vraag had gesteld, ga ik tijdens een dag dus wat dingen doen. Wat ik vandaag ga doen, is op zich een testles doen. Dus gewoon highlight en contour ga ik even uitschrijven. Als ik die les aan het opnemen ben, dat ik niks over het hoofd zie en dat alles heel gestructureerd is, dat ga ik vandaag doen. Vanavond gaan we kijken om een ding te doen. Dat we een mooie setup kunnen maken om dat te filmen. Alles klaarzetten en morgen gaan we dan de eerste les filmen. En we gaan dat dan evalueren. Want ik wil dat echt, het moet gewoon, het moet er gewoon echt supergoed uitzien. Voor veel mensen zal dat misschien niet lijken, maar ik heb mijn bureau helemaal clean gemaakt. Normaal ligt dat dus vol, maar ook vol met papieren. Papieren en make-up en al hetgeen daar rond. Dus, voilà, dat heb ik gedaan. Ik heb alles die hier eigenlijk ook stond. Als je ziet wat er helemaal staat, dat stond eigenlijk gewoon allemaal op mijn bureau. En ik heb nu space nodig in mijn hoofd en structuur. Dus ik dacht van, ik ga alles eerst mooi opkuisen. En dat ik fris kan beginnen. Ik vind het sowieso belangrijk als ik aan mijn bureau zit, dat ik zo precies wat goede energie krijg. Dus dat zijn allemaal dingen dat ik gewoon leuk vind hier op mijn dingen staan. En basically, that's it. Ik ga nu even beginnen en als ik iets anders doe of zo, dan ga ik verder vloggen. Dan merkt wel gewoon dat veel mensen echt alternatieven zoeken. Dus als er iets positiefs is aan heel de corona-periode, maar dat is hier zo overbelicht. Aan heel de corona-periode is dat mensen hun eigen pushen om andere manieren te zoeken. Voor mij is het hetzelfde. Dus dat online, die online cursussen waar ik eigenlijk al anderhalf jaar mee mijn hoofd speel, dat maakt eigenlijk door hele corona gebeuren dat we ons pushen om die dingen toch door te drijven. We hebben nu natuurlijk ook wat meer tijd en dat valt mij wel op, dat heel veel mensen. Iemand die ik ken in Antwerpen. Dat is iemand die voetreflexologie doet en pedicure, manicure en zo. En die is pakketjes aan het samenstellen met verzorgproducten dat je thuis kunt gebruiken. En die brengt dat dan rond. Dus heel veel mensen doen eigenlijk zo van die dingen. Wat dat op zich wel positief kan zijn, want dat kan nieuwe business creëren voor als je. Dat kan nieuwe business creëren voor na de periode van corona en die een bijdrage kan doen aan een groter en beter bedrijf. Zeker voor de zelfstandigen. Dus op zich, het is niet allemaal kommer en kwel en pusht wel mensen, maar je moet wel over die angst zetten en over de paranoia en de negativiteit dat je op social media leest of in de kranten en op nieuws. Dus ik denk dat het belangrijk is om je daar een beetje van te distancieren en even te gaan kijken gewoon naar wat dat jij mee bezig bent en wat dat je bezighoudt en kunnen daar iets mee doen. Want op zich, je bent echt op je eigen aangewezen. In de zin van, je kunt niet op andere mensen, je kunt niet te veel met andere mensen doen. Je moet sowieso, als je dingen doet, zijn dat dingen die uit je eigen komen. En ik denk mensen die vooral leven om een ander zijn, zo zeggen, zakken te vullen, zeg maar. Of die voor een baas werken, of die niet zelfstandig zijn, dat die nog meer een stop hebben in hun leven. Dus je kunt echt wel dingen die in je eigen zitten naar buiten gaan brengen. En het komt uit je eigen. Dus dat is sowieso altijd heel belangrijk. Ja, er zit wel zo'n bepaalde laag onder heel dat quarantaine gebeuren. Dat toch komt bovendrijven. En ik denk dat dat ook wel onbetaalbaar is ergens. Als je dan toch ergens iets positiefs moet halen uit deze periode. Voilà. Dus ik ben even met de hond gaan wandelen. Nala. Nala is een plasje aan het doen. Die is niet... Ik ga even hier zitten.
Kom hier. Kom hier naast mij halen. Allee. Mooi zit. Mooi zit. Nala zit. Even wat snuffelen. We gaan even gewoon naar het plein een tourje doen en dan ga ik terug verder werken. Ik vind het trouwens belangrijk dat je zeker eens buiten komt. Niet dat je blijft stilstaan op plaatsen zoals... dat je niet gaat rondhangen, maar even een wandeling gaan doen. Dat doet mij ook deugd vaak, voor even wat frisse lucht te nemen, voor weg te zijn bij mijn computer, waar ik mijn teksten aan het schrijven en soms zit je hoofd zodanig vol dat het heel gezond is om even naar buiten te gaan, buitenlucht, even met de hond gaan wandelen. En dat je dan even met een frisse kop zeg maar, kunt verder schrijven of doen wat je aan het doen bent. En het is goed om je lichaam even te bewegen als je constant in dezelfde houding zit. Yes. Echt bizar. Er is echt niemand te zien op heel het plein hier. We zijn aan het zwembad in Lier. Ga eens naar boven halen. Hup. Allee, hup. Maar echt niemand, hè. Dus het zwembad hier. En dan een heel plein. En hier een speelplein. Feels like the freaking apocalypse, hè? Dit moet echt een saaie video zijn, gewoon. There's nobody in the world. Nala, voorzichtig, hè? Je gaat mij hier niet beneden trekken, keihard, hè? Ja. Oh. Daar is die. No one. Ah, daar loopt de mees. Oeh. Social distancing on fleek, hè? Er kan een kilometer tussen. Ja. Oké, mijn teksten zijn geschreven, ik ben juist klaar. En het is nu 7:30 en ik ga even vlug naar de Carrefour. Want mijn petekind is elk jaar morgen en... Bon, er zijn niet veel winkels open, maar ik ga gewoon wat snoep en zo kopen in de Carrefour. Dus ja, dat is ook wel een heel ding, want ik ben panisch als ik in de Carrefour in zou gaan. voilà. Mijn handschoenen. Ik hoop dat alles hier nog in een auto ligt. Als dat niet zo is, dan moet ik aan de glens in oren trekken. Mijn mondmasker ligt er niet meer. Even vragen of hij die brengt. We hebben zo één goed mondmasker. Met zo van die vervangbare filters in. Als we naar buiten gaan, dan vervangen we die filter. En de glen had die meegenomen. En dan vond ik die niet. Ik moest er een ander filter in steken en zo. Ik heb echt nog 20 minuten voor in de Carrefour te geraken. Dat is hier wel vlakbij. De mensen kijken echt wel raar dat je een mondmasker aan hebt. Wat dat bizar is. Ik weet dat ze opnieuw hebben gezegd dat je dus... Dat het niet nodig is van mondmaskers te dragen. Ze zeiden dat in een tijd dat er niet veel mondmaskers waren. Maar dokters van andere landen en zo. En er zijn heel veel filmpjes op social media... Dat ze dat schandalig vinden dat ze dat in westerse landen zeggen, puur omdat ze tekort hebben aan maskers. Terwijl dat als je moet hoesten, als je zelf ziek bent en je moet hoesten of andere mensen hoesten, dat je eigenlijk ja, jezelf en andere mensen beschermt, dat je effectief wel een mondmasker draagt. Nu, buiten in open lucht, zoals dat ik daarnet met Nalen was gewandeld, is dat natuurlijk niet nodig, omdat ik niet echt mensen tegenkom. Maar vanaf dat je dus wel mensen tegenkomt, is dat wel belangrijk dat je een mondmasker aan doet. En zeker in zo van die warenhuizen, die ook toch wel... Ja, het is niet dat de lucht er ook keihard circuleert. En toch, ja, doordat dat ze dat opnieuw hebben gezegd, dan kijken de mensen precies zo van weirdo. Terwijl dat je eigenlijk andere mensen aan het beschermen bent, want we zijn op een punt dat we niet goed weten... ja, of dat je wel of niet kunt besmet zijn, omdat... Dat je dus drager kunt zijn van dat virus zonder dat je ja, symptomen hebt. Ik denk niet dat dat heel goed is voor met de camera op deze moment rond te lopen. Oké, er is heel veel zon. En ik moet ook heel snel zijn, dus ik ga niet echt filmen binnen in de winkel. Dat is ook raar. Ik vind het ook niet het gepaste moment om zo te vloggen en heel de situatie per se te gaan gebruiken voor... I don't know what. Voilà, ik heb... Ik heb mijn mondmasker bij.
En ik heb hier een doos van die latex handschoenen. Ik had dat eigenlijk nog staan, omdat ik... als ik special effects make-up doe, en we werken met latex en zo, is dat wel belangrijk dat je je handen beschermt. Alleen met latex of met andere misschien schadelijke stoffen. Dus die komen nu wel van pas. Ze zijn, ik heb er wel nog wat, maar we moeten er wel een beetje mee opletten. Niet voor het minste ze te gebruiken. En ik doe die aan voordat ik naar de winkel ga. Voordat ik mijn auto uitstap. En voordat ik de auto terug binnenstap, dan doe ik die terug uit en gooi ik die daar in de vuilbak. Dus, voilà. En zo gaan we naar de winkel. Heel gezellig. Tot straks. Ik kan heel af en toe live op Instagram. En meestal doen we dan make-up. Dus voilà, we zijn nu live aan het gaan. Maar ik kan wel heel even live vandaag. Het is maar voor even dag te zeggen. Goed, goed. En veel werk, Melissa. Oh, verschrikkelijk. Ik moet mijn baard kleuren. Iemand vroeg dat. Je zei waarschijnlijk degene dat de vorige keer ook vroeg. Ik kan niet mijn naam zeggen. Mirne. If that makes you happy. Goeie avond. Well, no creative plan. Wel, ik ben de hele dag bezig geweest, maar niet voor social media. Dus ik ben de hele dag bezig geweest met die dingen. Met die online cursussen. Dus morgen doen we daar een test van. Op dat platform. En ja, een heel gedoe. Het is een beetje saai voor het te leggen. Ik zal er wel over communiceren als dat effectief online komt. Dat gaat super, super leuk zijn. Super mooi en super tof. En hoe oud ben ik? Ik ben 38. So I'm kind of probably too old for you, Lilo. Allee, salukes. Bye. Voilà, en er zijn weer twee volgers weg. Like, I don't know. Ik heb eigenlijk, denk ik, niet de fout, maar ik maak vaak video's met Jamila Baidu. En er zijn heel veel mensen die overgekomen zijn van haar kanaal en die mij volgen. Ik dacht gewoon dat dat mensen waren die wel geïnteresseerd waren in make-up en die daarom mij volgden. Maar ik heb het gevoel dat, omdat dat nu een tijdje niet is, met die corona kunnen we geen video's samen maken en zo. Ik hoor die natuurlijk nog, dus she's a friend. Maar dat die mensen zo zeggen van, nou ja, ik ben die ooit gaan volgen, dus ik kan die nu ontvolgen. Want, I don't know, ja. Ik ben niet geïnteresseerd in make-up en zo. En dat demotiveert een beetje, want ik zie best wel veel werken met de social media. En er gewoon meer volgers weg dan erbij komen momenteel, wat dat niet zo motiverend is. Ik probeer me eigenlijk daar niet op te focussen, maar, want dan zit je zo in die negatievere spiraal. En qua social media, werk of whatever, als je er iets creatiefs voor wilt doen of tijd in steken. En ik mag er niet aan denken, maar omdat het gewoon nogal duidelijk is, dan denk je van oei, zing foute dingen aan het posten, vinden mensen niet leuk wat ik doe. Nochtans probeer ik echt wel tijd te steken in leuke dingen te maken, voor mensen te entertainen, voor mensen te inspireren en zo. So yeah. Fleek. Dus er is er niet meer van gekomen om, voilà, dat is beter. Je ziet, als je een goede selfie wilt nemen, dan moet je altijd gewoon naar de grootste lichtbron richten van het raam. Hier is dat dus een dakraam. Kijk, als je het verschil wilt zien. Mijn tip in de corona. Hoe neem je on fleek selfies? Als Nala is ook terug aan het slapen, hè? Want die heeft ook niet veel beters te doen. Hè? Ik ga mijn eigen even een beetje fatsoeneren, douchen en wat make-up opdoen om de opnames van vandaag te starten.
Ik ga er nog een klein stukje in steken. Ik hoop dat deze geen al te saaie vlog is. Dus ik kan er dan nog een stukje in steken. Denk ik van als we aan het filmen zijn. En dat zal het dan zijn voor deze vlog. Het was een vlog van 2 dagen. Er is niet zo heel veel gebeurd. Maar voilà, dus mijn tips om eindelijk zeg maar de coronaperiode door te komen is, ja, zie even naar je eigen, wat dat je interesseert en doe dingen wat dat je leuk vindt, wat dat je denkt dat je kunt gaan uitwerken, zodat je productief bezig kunt blijven. En ja, gewoon just follow your guts. Ik kan weinig zeggen. Ik ben er niet zo'n goeie in ook, persoonlijk in heel dat quarantaine gebeuren. Met ups en downs, en that's fine, because that's life. En ik maak er allemaal gewoon het beste van, zou ik zeggen. Dus ik ben wel een nieuw mondmasker aan het maken. Ik wil iets met heel veel glitter doen, maar glitter wel meestal goed scoort op social media. Dus ik wil mijn eigen baden in glitter. De Glenn had je gaat niet gelukkig zijn ermee. Maar dus mijn schoonmoeder, de mama van de Glenn, die maakt dus mondmaskers. En ik dacht, als ik nu ene helemaal in Swarovski stenen steek, wat dat op zich een tijdrovend ding is, want ja, niet zo heel veel van die kleine, fijne Swarovski steentjes. Daar gaat er eentje. Swarovski steentjes die eigenlijk aan de achterkant zit er zo'n klein laagje. Ik weet niet of je dat kunt zien. Ja, de onderkant zit gewoon een soort van lijm op die eigenlijk smelt als je dat warm maakt. Dus wat ben ik aan het doen is gewoon telkens zo'n steentjes erop plaatsen. Rijken per rijken. Nu de ene kant is gedaan. Ik denk dat ik deze stuk ook nog wel ga doen hier. Dan moet ik vandaag de andere kant doen en dan is dat steentje per steentje erop leggen. En zo een heel rijke gaan vormen. En voilà, eindelijk is dat dan met de strijkijzer hier. My not so good friend. Had ik eindelijk zeg maar die strijkpareltjes of die Swarovski stenen zeg maar gaan warm maken. En op die manier kleef die dan vast. It's like a lot of work. But I hope it's gonna be worth it. Ene keer dat hem klaar is. Like, er is niet genoeg licht invallen om eigenlijk weer te geven hoe glittery dat is. Maar dat gaat wel heel tof zijn. Anyway, ik ga mijn eigen even klaarmaken. En ik zie jullie zo direct in een soort van andere setting. Bon, voilà. Dit is mijn outfit dat ik ga aan doen. Een beetje zwart, gewoon vrij basic. En ik heb hier mijn teleprompter staan. Deze is best wel wat fel licht en ook wat koel licht. Dus hier staan 2 grote lichtbakken, zeg maar. Dat is mijn achtergrond, dat lijkt klein. Maar van op de dingen gezien... De make-up is misschien wel hard, ik weet het niet. Van op de camera gezien is, gaat dat eigenlijk zo zijn. Ik sta nog ietsje verder ervan, omdat ik eigenlijk geen schaduw op de achtergrond zou hebben. Oké, dat was het voor de vlog. Ik hoop dat je het een beetje een interessante vlog vond. Als dat zo is, geef die hier zeker een duim. Abonneer ook op mijn kanaal door op het einde van de video op de cirkeltje hier te klikken. En dan zie ik jullie hopelijk terug binnenkort. Uit de corona of voor een make-up video of zo. Tot dan. Bye.